in de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Goede tijden, slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Jongen, ik verheug me zo op morgen. Dat wordt ons eerste echte charter. 63. Dat zei je ook over die filmster. Het werd maar toch een mislukking? Ah, als je naar het resultaat kijkt. Nou, zeg het wel. We moeten via een advocaat aan ons geld zien te komen. Stel nou voor ons in het resultaat is dat zij onze foto in de tijdschrift zagen staan. Daarom zijn ze met onze zee gegaan. Dit is nog maar de eerste die erop reageert. Hey, kom op, joh, doe eens wat opgewekter. Volgens mij heb je ergens de pest over in. Nou, dat denk jij. Nee, dat vroeg ik. 12. Oké, als je het zo graag weten wilt, komt door Suzanne. Hoe is dat het? Je wist al die tijd al waar ze was. Je hebt het zelfs voor haar geregeld. Maar waarom heb je me niks gezegd? Omdat ze mij uitdrukkelijk gevraagd had dat niet te doen. Ik dacht dat jij een vriend was. Hoeveel? 378. Ben ik ook. Maar ik ben een vriend voor jou. En voor Suzanne. Ze kwam naar me toe, ze had hulp nodig. Ze zou helemaal gestoord zijn geraakt als ze hier was gebleven. Daarom heb ik haar een baantje bezorgd. Bij een vriend van me, op een Griekse eiland. Maar waarom heb je in godsnaam dan niet verteld hoe het met haar ging of iets dergelijks? Omdat ik haar dat beloofd had, Peter. Zit nou niet zo te zeuren. Ik had haar mijn woord gegeven, dat kan ik toch niet zomaar negeren. Er is zoveel gebeurd in die korte tijd. En toch leek er geen eind te komen aan de weken dat jij weg was. Je ziet er goed uit. Gezond. Dat krijg je van het werk in de buitenlucht. Ja. Oh Arnie, ik ben zo blij dat je weer terug bent. Waarom besloot je opeens om terug te komen? Gewoon. Ik vond dat het tijd werd. Kreeg je genoeg van het harde werken? Of miste je de luxe van thuis soms? Onzin, man. Het heeft er helemaal niets mee te maken. Ik ga even liggen als je het niet erg vindt. Je bent toch niet ziek? Nee, ik ben gewoon moe. Sorry. Als je iets wil, dan zeg je het wel, hè? Oké. Wat lees je? Een horoscoop. Hm. Je bent de kreeft, hè? Ja. De kreeftvrouw is een beetje vreemd, een beetje droevig en ze heeft verbazingwekkend veel fantasie. Ah. Oh, en hier staat, ze weet hoe ze een fortuin moet vergaren. Nou, kijk, er is heel anders tegen je aan. Als ik maar wist waar ik dat fortuin had gelaten. Ja. Wat staat erin over jou? Schorpioen. Schorpioen. De schorpioenvrouw bezit een mysterieuze schoonheid. Ze heeft een grote aantrekkingskracht en is ambitieus. Nou, er is geen twijfel over mogelijk. Ik ben onweerstaanbaar. Oh, nee. Ben je nou alweer dat malle boekje aan het lezen? Dat is toch allemaal onzin? Ja, maar er zijn wel dingen die kloppen bij jou en mij. Ja, er verdient gewoon iemand kapitalen aan onnozele typetjes zoals jullie. Je gelooft die flauwekul toch niet echt, hè? Nee. Maar er zijn wel dingen die waar zijn. Dat zet je toch aan denken. Dus Suzanne heeft een hele goede baan aangeboden gekregen toen mevrouw Vogelaar het er voorspeld had. Ja, geluk, toeval, kansberekening, noem het wat je wil. Het is allemaal komedie op niets gebaseerd. Zij vertelt jou dingen die ze eerst van je gehoord heeft. Ja, maar je kunt toch bepaalde mentale krachten ontwikkelen om dat soort dingen te voorspellen? Jij hebt de kracht om te geloven wat jij wilt en daar profiteert dat mens alleen maar van. Tja, ben jij het er nou aan de verstand, want naar mij luistert ze niet. Nee, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ik heb vrienden gehad die dingen van een waarzegger te horen kregen die echt niemand anders kon weten. Wat een flauwe kul. Die zijn zo goed geloven, laten we kijken.
Hoe kan iemand nou geloven dat zijn leven afhangt van de stand van de sterren? Ja, je kan net zo goed geloven dat je leven wordt bepaald door de vorm van een aardappel, toch? Dat is echt onzin. Typische weegschaal ben jij. Kan me niks schelen wat Simon zegt. Ik ga gewoon naar de mevrouw. Tuurlijk. Waar is die? Op zijn kamer. Ah. Maar Robert? Ja? Ik denk dat het beter is als je niet meteen naar hem toe gaat. Het gaat wel goed met hem. Ja, dat geloof ik wel. Nou, misschien is hij nog niet helemaal hersteld van het ongeluk. Nee, dat denk ik niet. Hij is zo stil. Zo in zichzelf gekeerd. Zo heb ik hem nog nooit meegemaakt. Nou, dan kan ik toch beter even met hem gaan praten. Hé, Robert. Wacht nou nog even. Nou, misschien heb je gelijk. We kunnen beter niks forceren. En Robert? Ja? Nou, Arnie terug is, denk ik dat we het een en ander in onze plannen moeten veranderen. Zoals? Om te beginnen moet je Nico bellen en zeggen dat je niet meer geïnteresseerd bent in die baan in New York. Zeg, Laura, we hebben al toegezegd. Ik kan Nico zijn plannen toch niet zomaar in de war sturen? En wat Arnie betreft, ik weet niet eens wat zijn plannen zijn. Nou, het belangrijkste lijkt me dat hij weer naar school gaat om zijn opleiding af te maken. Laura, besef je dat we nu precies datgene aan het doen zijn waarom hij van huis is weggelopen? Jij wilt dat hij zo snel mogelijk weer naar school gaat en ik denk weer alleen maar aan mijn werk. Ja, je hebt gelijk. We moeten niet in onzezelfde fouten vervallen. Laten we geen plannen maken voordat we met Arnie gesproken hebben. Laten we ons deze keer gedragen als een echte familie. Als vrienden. Goed. Mirjam. Mirjam, wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat je morgen een uur voordat we vertrekken op de kade bent, ja? Het lijkt wel een fruitsalade. Wat heb je hiervoor moeten betalen? Kom mee. Ik stik. Ja, dan moet je maar door je neus ademen. Heb je nou gehoord wat Daniel zei? Een uur voordat we vertrekken op de steiger, oké? Je kent me toch? Kom ik ooit te laat? Is het al zo laat? Is er nog iets wat ik moet weten? Ik kan Linda niet laten wachten. We gaan vanmiddag naar een vrouw die onze toekomst gaat voorspellen. Mirjam, we hebben het hier over onze toekomst, niet die van jou. Ja, laat nou maar. Zeg, we zien je morgen, hè. Vergeet je goede humeur niet en denk aan de tijd. Vooral aan de tijd. Ja, dag. Tot morgen. Hoe zijn we in godsnaam ooit in zekering gegaan met zo'n troedala? Nou, ja, laten we hopen dat die dame haar niet voorspelt dat ze morgen niet mag gaan varen. Nee. Nou, Mirjam is wel stom om dat te geloven, hoor. Ja, je kent haar toch?